De Sint-Petruskerk in Eindhoven opent iedere zaterdagmiddag de deuren voor bezoekers. In de kerk kunnen zij een tentoonstelling over de zeven sacramenten bekijken. De tentoonstelling die we op dit moment hebben lopen hier in de kerk gaat over de zeven sacramenten. Elk jaar hebben we de kerk open in de zomermaanden op zaterdagmiddag. En elk jaar proberen we ook iets van een tentoonstelling daarbij te hebben. Dit jaar rond de zeven sacramenten. Er is bij sacramenten natuurlijk het lastige bij een tentoonstelling dat hetgeen een sacrament echt is of betekent of tot stand brengt, dat kun je niet uitdrukken. Het ja-woord tussen de man en de vrouw of de absolutie bij de biecht, ja, dat is niet iets tastbaars, dat is de onderstroom. Maar alle sacramenten gebruiken natuurlijk ook materiaal, als ik het zo mag zeggen. En dat materiaal, dat hebben we hier tentoongesteld. Voor jongere generaties is er het nodige te ontdekken. Ook roept de expositie herinneringen op bij veel oudere bezoekers. Kijk, wij zijn niet meer praktiserend katholiek, maar we zijn wel katholiek opgevoed. En wij zijn allebei uit de jaren 50, dus wij weten eigenlijk precies waar hier nou tentoongesteld wordt. Dit komt uit onze jeugd. Door zaterdagmiddag de kerk open te doen, als het hier op markt is, willen we mensen uitnodigen om een keer binnen te komen en een stukje ja, cultuurhistorie op te snuiven, te genieten van de schoonheid. En eigenlijk ook een beetje ja, catechese daaraan verbinden, zou je kunnen zeggen. Want alles wat hier staat, staat hier niet omdat wij een museum zijn, maar wij zijn gewoon een werkende parochie, een werkende kerk. Dus alles heeft ook zijn betekenis en zijn verhaal.